Gelukkig 2017. Het is alweer 2017. En omdat het nieuwjaar is, was, heb ik ook mijn kamer in de stemming gebracht. Kijk, ik heb daar leuke sterretjes hangen. Even kijken. Daar. En ik heb ook nog een slinger met Happy New Year die net afviel. Waar ik heel... vond ik niet leuk. En uiteraard, ik weet niet wat het is, maar... ik zie weer heel witjes. Ik denk echt het meest, wat ik het meest gezegd heb in heel 2016, is... sorry, maar ik lijk wel heel wit, of ik ben niet echt zo wit, of... het is echt niet normaal waar ik dat zeg, en dan heb ik het weer gezegd. Maar ja. Maar ik dacht van, laat ik dus vandaag eens kijken wat nou het afgelopen jaar is geweest, en... wat ik wil doen in 2017. Ten eerste, hoe vonden jullie mijn 8 dagen was het week met kerstsoepjes? Ik heb gewoon 8 gedaan. Gewoon elke dag. 1 keer was het iets laat, maar dat kwam omdat internet echt veel te traag was toen. Maar elke dag, het is me gewoon gelukt. ja, ik hoop dat jullie het wel leuk vonden. Misschien dat ik volgend jaar dan wel weer doe. Ik moet zeggen, afgelopen jaar was echt een topjaar voor mijn YouTube kanaal. Vond ik persoonlijk. Want ik heb echt heel lang altijd aan om eerst 100 abonnees te krijgen. Toen 200, dat was wel iets sneller. Maar natuurlijk ook nog heel lang. En dan sinds toen ik die figurant bij K3 video had geüpload, ging het echt razendsnel. Ik had echt binnen volgens mij 2 of 3 maanden nog 100 abonnees erbij. Dus nu heb ik 308. Als het goed is. Een paar hoogtepunten van vorig jaar. 2016. Waren denk ik Disney. Toen ik met heel mijn familie naar Disneyland in Parijs ging. Dat vond ik echt ook super leuk. Ik wilde altijd al een keer in Disneyland. En dat heb ik van dit jaar gedaan. Dan wegens volgens mij toen mijn opa en oma 45 jaar getrouwd waren. Als het goed is. Mocht ik zeggen nou verkeerd, maar volgens mij 45 jaar. En dat zou ik echt zo weer doen. Ik vond het echt zo leuk. Ook vakantie. Ik vond ook echt dit jaar zomervakantie echt super leuk. Ik ben al met mijn moeder op vakantie geweest 2 weken naar Spanje. En dat was echt super leuk. En ik ben dan natuurlijk met mijn vader en mijn tante en mijn neef 2 weken naar Ibiza geweest. En dat was ook echt super leuk. Ik had echt een hele leuke zomervakantie afgelopen jaar. Wat ik ook echt een hoogtepunt vond, was figureren in een K3 clip. Vroeger was ik, als je al een tijdje mijn video's kijkt, dan heb ik al eens gezegd dat ik vroeger echt, ik was echt fan van K3. Maar ja, weet je wat zeg ik, maar stiekem was volgens mij ieder klein kind fan van K3. Ook al zeggen ze van niet, ik denk het gewoon toch wel. Maar dat, en dan dat ik er, het is dan niet de K3 van de oude K3, maar alsnog, gewoon dat ik mee kon spelen in hun clip. En dat ik gewoon, ja, ik weet niet, dat was zo leuk. En ik heb dan meegespeeld in de Love Boat Baby. En dan, als je goed hebt opgelet, heb ik ook meegespeeld in de Aarde Beef, die pas is uitgekomen. Daar komt nog een hele video over binnenkort. En in nog één, maar die komt volgende week uit. Dus dat zie je dan. En ik denk dat ik zoiets wel later wil gaan doen, of zoiets, in die richting. De opleiding die ik nu doe... ben ik dit jaar achtergekomen dat ik er toch, ja, ik had jeuk. Dat ik toch iets minder vind. En sinds eigenlijk die clips, weet ik echt, vind ik echt leuk. Ik denk ook echt, ja, ik weet niet precies wat en dat komt me allemaal van, maar ik heb echt geen idee. Maar ik denk echt dat ik zoiets wil doen. Ik weet niet hoe het heet of, maar, ja. En natuurlijk die IMA's, ho, ik vergeet heel de IMA's. Die IMA's waren ook echt super leuk. Maar ja, ik heb al die dingen verteld, zoals... want je kijkt ook elk jaar op tv, tenminste kijk ik. En nu was je er ook gewoon bij. En je moest allemaal auditie doen. En hadden natuurlijk Day en Kimberly en ik hadden gewoon zo'n heel leuk dingetje gedaan. Maar dat was toch gaaf. Ik hoopte dat Katy Perry erbij zou zijn. Maar ja, dat was niet zo. Maar dat was niet erg. Het was nog super leuk. Laten we gewoon skippen naar 2017. Dus dit jaar. Ik vind het zo gek dat over 3 jaar al 2020 is. Dat vind ik zo raar. Ik weet nog wel 2010 werd. Ik dacht van, wauw, 2 cijfers. En dat zijn over 3 jaar ook wel 2 cijfers, maar dat is 2021, dat klinkt zo modern of zo, ik weet het niet. Maar dit jaar, mijn goede voornemens, K3,
Kijk, ik heb elk jaar wel een paar goede voornemens, maar het lukt me gewoon niet. Eén goed voornemen is om iets minder te snoepen. Kijk, ik wil niet afvallen of zo, maar ik wil gewoon gezonder eten. Want ik eet best wel, niet altijd, maar als ik ongezond eet, ik ook echt ongezond. Of ik neem al chips of snoepie of... Ja, dan wil ik toch echt minder. Ik weet niet, ik wil gewoon... Het is trouwens wel goed begonnen, maar dan wil ik echt dit jaar... Ik dat gaan doen. Het zijn wat van die standaard dingen, maar ik wil ook meer bewegen of zoiets. Ik weet het niet precies, maar ik weet het niet. Ik wil gewoon iets sportiefs doen of zo. Gewoon gezond. Ik moet op stage. En dat vind ik best wel moeilijk. Ik heb denk wel leuk, ik heb echt wel een leuke stage uitgekozen. Tenminste, ik ben nog niet aangenomen daar, maar ik heb het gesolliciteerd. Ik hoop ook wel dat ik daar word aangenomen. Maar ik vind het moeilijk omdat ik weet dat ik niks. Waarschijnlijk niks met die opleiding die ik nu doe, wil gaan doen later. Dat ik toch nog wel iets anders ga doen, Nina. En dan moet ik er, weet je, alsnog bijna een jaar stage lopen. Dat vind ik best wel moeilijk. Maar waarschijnlijk, ja, als ik word aangenomen bij deze, dan gaat dat wel leuk worden dat jaar. Maar als ik niet word aangenomen, moet ik echt even wat verzinnen. Want ik vind het echt moeilijk. Want kijk, als je echt super leuk vindt je opleiding, weet je, dan ga je echt, dan vind je het helemaal leuk om daar ook echt mee te, ja, stage te gaan doen. Maar ik weet gewoon eigenlijk bijna al zeker, misschien dat het gaat veranderen, maar nu weet ik eigenlijk bijna al zeker dat ik niks met deze opleiding wil gaan doen. En dan moet ik er wel, bijna een jaar, wel wat mee gaan doen, snap je? Dan moet ik gaan stage lopen. Dus dat vind ik wel moeilijk. Wat leuker is dit jaar? Katy Perry, een nieuwe album, kom uit. Daar kan ik echt niet op wachten. Dat betekent nieuwe clips, nieuwe optredens, nieuwe tour, nieuwe... Allemaal leuke dingen. Interviews. Kijk, als je geen fan bent, boeit je helemaal niet. Maar ik vind dat gewoon echt leuk. Ik zit er echt op te wachten. Ik kan echt niet wachten wat het volgende album is. Dus dat is ook, daar zit ik ook op te wachten. Dat vind ik leuk. Ik moet sowieso naar de kapper dit jaar. Want het is nou niet meer te doen. Het is echt... Het is gewoon... Kleines, volgens mij... Hoop je zo, het is in ieder geval niet echt, ja. Dat is spannend. Eén ding wat ik ook nog echt wil doen dit jaar. Ach, dat lag er heel raar uit. Maar, dit gaat trouwens weer op K3. Echt, ik praat echt niet meer over K3 afgelopen tijd. K3 komt dus waarschijnlijk, volgens mij is het bevestigd, met een nieuwe film uit. En ik wil ervoor zorgen dat ik als figurant in die film speel. Dat lijkt me zo vet. Dan ga ik naar de bioscoop en dan... Dan ben ik daar. Kijk, het kan best zijn dat ze jouw stuk eruit knippen. Maar ja, dan heb je in ieder geval meegemaakt. Dat is denk ik anders dan een videoclip. Maar ik weet niet hoe dat werkt. Dat ze dat ook gewoon met figurant doen. Of dat ze daar echt mensen voor hebben. Maar dan moet ik even uitzoeken. Maar ik hoop, als het mogelijk is, dat ik meespeel als figurant in die film. Als ze mensen zoeken en als dat... mogelijk is. Dat lijkt me zo vet. En als ze mij er ook dan inhouden, en dan zie je mij gewoon in de bioscoop. En natuurlijk de videoclip. Die komt echt binnenkort uit. Alleen het probleem is, af en toe heb ik er gewoon geen tijd voor gehad. Want kijk, als je bijvoorbeeld een uurtje hebt om daarna te werken, dan wil ik er aan het werken. Maar dan denk ik bij mezelf van, eerst doe 10 minuten wat is opgestart. En ik weet niet precies hoe ik verder moet. Want ik moet, en ik doe het een beetje met docenten op school, want die kunnen mij helpen. Maar ik heb nog nooit zo lang over een clip gedaan. Ik wil hem zo graag binnenkort afkrijgen. Hij is ook binnenkort af, geloof ik. Het gaat niet nog maanden duren. Maar ik wil hem ook gewoon voor mezelf, maar ook voor die erin hebben gespeeld, weet je wel. Hun hebben er ook hun best gedaan. Zij. En gewoon iedereen die er ook aan geholpen heeft. Dus die wil hem ook zien. Dus, en ik wil hem ook zien. Ik wil hem gewoon af gaan maken. Het wordt gewoon tijd. En ik geloof, het moet niet heel veel gebeuren hoor, maar het is gewoon, ik kies wel de volgende keer iets makkelijker uit. Dus ik hoop, Katie, als je kijkt, zet even je ondertiteling aan. En gewoon even de volgende clips van het nieuwe album, even met iets minder special effects graag. Want het is niet mijn sterkste punt. En ik wil gewoon leuke dingen gaan doen, ja. Ik weet niet. Kijk, het vorig jaar was ook leuk met vakanties en dingen wat ik heb gedaan. Maar nog meer wil ik dit jaar. Ik wil bijvoorbeeld binnenkort nog naar de Harry Potter Expo in Utrecht. Weet je, ik ben eigenlijk helemaal niet echt zo van... Ik ben helemaal geen fan van Harry Potter of zo, maar... Ik afgelopen week was elke dag Harry Potter op tv. Elke keer een andere film.
En vroeger vond ik ze al leuk en ik heb ze dus nu weer gekeken. En dat is echt, ik vind het zo'n leuke film als Harry Potter. Dus het lijkt me wel eens leuk om dat te zien. Nou, echt dingen die ze in de film hebben gebruikt. Dus daar wil ik misschien nog wel naartoe. Moet ik even kijken. Geef een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Laat in de reactie weten wat je ervan vond. En welk filmpje het leukste vond van mijn kerstfilmpjes. En nog gelukkig nieuwjaar. En dan zie ik jullie volgende week weer.